dat dit van het Oranjefeest is. Kijk, alle scholen bevrijd. Ja, dat is van het Oranjefeest. Het zal committeren weer. Ja, die Lohman, zie je wel? Ja, Lohman. Lohman. Die zat in de feestcommissie, die was voorzitter van de feestcommissie. Ja, voorzitter van de feestcommissie. Ja. Die zat in het bestuur van de Oranjevereniging. Ja, dat was de voorzitter van. Dat was voorzitter, ja. En maar die zieke reden. Ja, dat was van het Oranjefeest. Ja, het Oranjefeest. Die grote tent die stond aan de Bakslaan op dat terrein naast de... Nou, het was Stegeman. Naast Stegeman. Nee, Stegeman was er toen nog niet. Nee, maar toen. Nee, maar de burgemeester, hoe heet die alweer? Mulder. Mulder was dat. Burgemeester Mulder, ja, ja. Ik denk dat het van augustus, dat is van augustus denk ik, dat Oranjefeest was al in augustus. Ja, dat was mooi weer en dan hadden we s'avonds in die tent Tedman de Vries. Hmm. Met het hele gezelschap uit Friesland. Daar was ook iets te beleven. Ja, zie maar, de draaimolen. Ja, dat is absoluut van het Oranjefeest. Ja, dat is van het Oranjefeest. Kramen. Jammer dat dat nou niet meer is. Dat is toch wel een mooi evenement. En de vissen aan de gaan er staan. Dit zijn de draaimolen, ja. Ja, ding is Koum. Rolf Koum is dat. Rolf, ja. Ja, Rolf, ja. Oh, en die onderwijzer, Zanding. Ja. Die was onderwijzer van de school. Zaklopen voor de kinders. En dat was Sterken, hè? Nee, van Meeuwis, maar... Oh, ik dacht dat Sterken dat was. Nee, nee. Hier in Van Aarsel, de straat van de vader. Die had toen boerderij achter de Unie. Kan, ja, dat kan toch wel. Dat kan toch wel. Daar heen mevrouw Sterken. Mevrouw Sterken, dat klopt wel. En, ja, die hoorde bij die andere man die zak opvouwde. Ja. Allemaal dezelfde modellen, Jurgis aan. Ceinturen, bataille en wijde rokjes. Ja, ja, dat was toen. Was toen normaal. Nou, dat was de mooie. Ah, kijk eens aan, dat was de kinderen, de ja, dat was de autopetrace, want toen in die tijd hadden alle kinderen een autopet met luchtband. Ja, dat was een zware sport in de grasland. Ja, dat ben je ook iets van een jaar of zes. Vijf, zes jaar. En dat is met een ei op een lepel. Ei op een lepel. Of een appel. En je ging aan de kleuren. Ja, toen kwam de kleur. Oh, dat is een optocht. Ja, dat is een optocht. Dat is een optocht. Ja. Ja, dat was van een optocht. De telegraaf is... Nieuwe.
En daar staat de muziek, denk ik, weer op. Muziekkorps. De toekomst met de raket. Ja, dat was toen. Hier, Albert de Leeuw. Ja. Kent man toen in je leven. Ja. Ja. Was toen bij de voorlichting, hè, van die reuzen. Ja, dat was de auto. Ja. Ja, die organiseerde nog altijd mee met die feesten, hè, Albert de Leeuw. Kinders in feeststemming. De jarigsclub. Zullen we nou iets door het vinger op? Ja. Hoe loopt ze dat er langs? Over de bakslaan. Is dat de bakslaan? Ja, toen waren er nog veel meer bomen, joh. Toen was de weg ook snel. Ja, ja. Kom, we zitten in alles weer. Ja. Zie, dat was hoe lang we nog over die weg fietsen. En toen is later de fietspadden komen. Ja, daar was hij niet meer vertrouwd, daar was die wagen voor. En toen zoveel jaar later is er een fietspadden komen en dan kunnen ze daarnaast fietsen. Niet meer over de Rode Weg. Bladbrug niet leuk. Het zwembad. Ja, dat doen we ook al. Dit is de autogarage. Hans en Grietje van de school. Nog wel even onze kinderen op zin. Ze zien van een beeld met die koekjes erop. Oh, van Hans en Grietje. Hans en Grietje, ja. Ja, dat is het sprookje. Het sprookje van Schoon. Met zijn vrouw? Ja, nou dat hebben we. Die ken ik niet. Ja, dat ben ik. Ja, ik vind het best dat die jurk en dat er onze janken. Dat ben ja, jij. Ja, ja, de leeuw, Albert de Leeuw. De leeuw alles weer. En dan heb ik Jan van der Hoek. Van de Dingenstraat, ja. En dat Jan met zijn zwarte kuifje. Nou, dat is een brandfietsenrace. Brandfietsenrace, ja. Ja. Zit daar, is het leeuw niet? Nou, dat is niet. Ja. Mee waar? Nee, ja, ik weet het ook niet, hè. Ik dacht dat mijn jongere jongens mee deden. Allemaal de sigaretten dan, dat hoorde toen nog zo. Wie niet rookte, die was er niet bij. Ach, gewoon het door die autobahn, die spar door die autobahn. Oh, dat was best wel een leuk evenement. En die lekkere dikke meiden erdoor moet kijken. Ach ja, die kon toch niet hier komen? Nee. Moest nog eens weten wie dat waren. Dat was prachtig. Die spelletjes moest je nog eens kunnen doen.
Prachtig. Ja. Stukje, dat is zwart-wit weer. Ja. Maar dat is die, die kruiwagenrace. Kruiwagenrace, ja. Ja. Ach, ja. Prachtig. Allemaal met de rokjes aan. Geen één had een lange broek aan van die meiden. Nee. Die dames aan allemaal de rok aan. Loop, aan mijn keer. Vorig is het allemaal spiekenbroeken, toen allemaal in het net. Ja. Bijna allemaal. Een heel andere wereld. Nou, dat lukt niet erg. Zoals toen net een staal, dus die vrouw eerder had. Die had ook zo'n knoetje. Ja, huizen. Ja. Links. Huizen. Kan Dikkie Klompen wezen. Sterk nog weer. Kom maar hier achter. Ja, je hebt de stoel meegebracht. Is het kak? Ja. Yeah.